De Raad van Ministers is onder de indruk van het ontwerp wet collectieve rechten in inheemse en tribale volken en de conceptwet grondenrechten. Het managementteam MT heeft op maandag 14 oktober 2010 op het kabinet van de vicepresident een presentatie gehouden voor de regering over het karakter van de conceptwet grondenrechten. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft eerder dit document doen toekomen aan de RVM. Vicepresident Ashwin Nadin had graag deze presentatie alvorens over te gaan tot een inhoudelijke behandeling van de conceptwet in de Raad. De presentatie is verzorgd door Max Ooft, voorzitter van de commissie Wetgeving. Ooft ging beknopt in op het karakter van het wetsvoorstel. Ook heeft hij daarbij gewezen op het belang van de wet, zowel voor de wettelijke erkenning van de rechten van inheemse en tribale volken, als voor de administratie. Tijdens de presentatie had de RVM de mogelijkheid vragen te stellen en op- en aanmerkingen te plaatsen over de wet. Enkele ministers hadden hun opmerkingen al schriftelijk doen te komen aan minister Dikan. De conceptwet ligt thans ter behandeling in de RVM en moet op de agenda worden opgebracht.